daarom is het heel belangrijk om te kijken naar wat er allemaal deze week gaat gebeuren natuurlijk. Zeker, zeker. Waar kijk je naar uit, Casper? Zal je vertellen, ik kijk uit naar één ding deze week. Namelijk het moment dat mijn broek weer schoon is. Want ik heb een balpen inktvlek in mijn broek. Wat zeg je? Een balpen inktvlek. Want wat ik had gedaan, ik had vrijdag een balpen in de kontzak van mijn broek gedaan. Ik denk dat is handig. Want als ik dan wel iets op wil schrijven, dan pak ik zo in één keer die pen uit mijn kontzak. En dat deed ik ook. Het moment was daar. Ik pakte mijn pen. En ik denk, wat is het nat? Nee, het is mijn hele hand is blauw. Wat is er nou aan de hand? Mijn pen is gaan lekken. Waarom? Dat was mijn probleem. En ik denk, ik doe mijn broek even uit. En ik zie mijn onderbroek ook gewoon blauw. Het was alsof ik op een smurf was gaan zitten. Mijn handen onder het inkt. Alsof ik een smurf had doodgeknepen. Het was de natte droom van Carcamel. Dat was verschrikkelijk. Maar ik heb ook beperkte waservaring. Dus ik zeg tegen mijn vriendin. Ik zeg, liefie. Ik heb inkt in mijn broek. Wat moet ik doen? Zit zij precies op dat moment in een extreem feministische bui van, ja, waarom kom je altijd bij mij dingen vragen als het over de was gaat. Zoek het lekker zelf uit. Ik zeg, oké, ik ga het wel googelen, weet je wel. Nou, ik vind Vlekkenduivel van Dr. Becker. Ik zeg tegen haar, lieverd, hebben wij ook van dat inktverwijderspul van Dr. Becker? Nou, alsof zij de documentaire zat te kijken van de Dolomina's. Oh, omdat ik een vrouw ben, zal ik het wel in huis hebben? En ik zeg, nee, ik bedoel gewoon, ik weet niet of we het hebben. Ik denk, vraag gewoon aan jou, misschien hebben we dat gewoon. Ze zegt, nee, het is omdat ik tieten heb en een vagina. En waarom zou ik het hebben? Heb je mij ooit met een inktvlek gezien in mijn kleding? Ik zeg nee, dus dat is de perfecte reden waarom je het juist zou hebben in huis. Maar wat gebeurt er? Ze loopt naar me toe, ze doet het keukenkastje open en pakt in één beweging een flesje Dr. Becker uit de kast. Hier. Ik zeg, oké, dit is mooi. Nu, nou, ik dacht, weet je, ik ga niet eens ruzie maken nu. Ik sta hier in mijn onderbroek. In mijn onderbroek ga ik geen ruzie winnen. Ik stop hier gewoon mee. Hoe dan ook. Die inktverwijderspul werkt helemaal niet. Of ik kan het niet. Ik heb 4 keer gewassen. Ik heb 3 keer ingesmeerd. Het werkt niet. De vlek is groter geworden. Hij zit er nog steeds. Ik heb alle tips van oma weer eruit geprobeerd. Je moet het in melk leggen. Werkt niet. Tandpasta werkt niet. Zout, deodorant. Haal ik. Nee. Ik heb het ingemasseerd met azijn. Ik heb nu een inktvlek die stinkt naar azijn. Ik heb gehuild, gescholden, ik heb gezongen over mijn verdriet. Het was Inktvlek the Musical. Ik heb zelfs die beer van Robijn gebeld, maar die blijkt er gewoon helemaal niet meer te werken. Ik kan het niet winnen van een Inktvlek. Terwijl, waar ik eigenlijk naar uitkeek, het is vandaag de 1000ste dag van het televisieprogramma Utopia. Ja! Daar keek ik naar uit. En in Haag Stijl, vorige week trouwe kijkers van het programma, ze hebben hun nieuwe dochter Utopia Utopiana genoemd. Ik herhaal het even. Utopia Utopiana. Wauw. Wat is er aan de hand in deze familie? Moeten we de kinderbescherming hier inschakelen? Misschien wel. Wie doet het nou? Nou, ik zou je vertellen. Johan en Priscilla, de gemiddelde kijker van Utopia. Ze zijn zulke grote fans. Moeder Priscilla post een foto op Facebook met de tekst. Vannacht is onze dochter Utopia Utopiana geboren. Wij zijn dolgelukkig, want we hebben niets hoeven missen van de uitzending van gisteren. En waarschijnlijk is de naam ook gewoon praktisch gekozen. Want beide ouders hadden waarschijnlijk al een tatoeage van Utopia. Gelukkig is het een meisje geworden. Als het een jongetje was geworden, dan heet hij nu Studiosport Eredivisie. Of de rijdende rechter, kan ook. Overigens, als mijn ouders het bij mij hadden gedaan, dan heet ik nu The Flying Doctors. Ook. Ik vind het zielig voor Utopia. De verwachtingen liggen bij haar nu al veel te hoog. Utopia heeft op haar 15 al een 30ers dilemma. En ik vind ook, ouders die hun kinderen Utopia noemen, het lijkt me gewoon niet iets dat gebeurt in een utopische samenleving. Hoe ziet een utopische samenleving er dan wel uit? Nou, volgens mij heel simpel. Dat is een samenleving waarin ouders hun kinderen niet naar tv-programma's vernoemen. Laten we daar beginnen. En als het even kan, een samenleving waar inktvlekken niet bestaan. Waar je vriendin je wil helpen en inktvlekken makkelijk verdwijnen. Dat is waar ik naar uit ga kijken en nu ga ik potloden kopen. Dames en heren, Casper van der Laan, yay! NPO Radio 2.